We gaan de komende tijd samen nadenken over de brief die de apostel Jacobus geschreven heeft. Het is een prachtige brief die ook ons in deze tijd veel te zeggen heeft. Hoe komt dat? Omdat deze brief ons laat nadenken niet alleen over de vraag: ben ik een christen? Maar vooral: hoe ben ik te herkennen als christen? Dat is de meest centrale vraag die Jacobus in deze brief aan ons stelt. Dat laat ook meteen wel zien. Dat Jacobus ook weerstand heeft opgeroepen. Je moet herkenbaar zijn aan de werken. En de bekende reformator Maarten Luther had daar ook wel weerstand. Had daarom ook wel weerstand met deze brief. Hij zei zelfs jaapje, want zo noemde hij deze brief, mag wat mij betreft de kachel in, steek er maar de fik in. Hij vond dat deze boodschap van de rechtvaardiging van pauders door de goddelozen tegenover de brief van Jacobus met elkaar in strijd was. Hij had werkelijk de neiging om deze brief uit de Bijbel te verwijderen. Toch mogen wij dat niet doen. Het is een prachtige brief. Ik wil nog even kort iets zeggen over wie is de schrijver van deze brief geweest en aan wie heeft hij deze brief geschreven. Jacobus noemt zichzelf een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus. Dat betekent dat hij een slaaf is van God, een slaaf van de Heer Jezus Christus. Hij is heel bescheiden. Hij vermeldt niet eens dat hij een broer is van de Heer Jezus Christus. Het is een broer die eerst ongelovig was en niet de Heer Jezus Christus erkende als zijn zaligmaker. Maar na de opstanding van de Heer Jezus Christus is dat veranderd. En Paulus noemt hem in Gelaten 2 zelfs een pilaar. Dat betekent iemand waarop je kan bouwen. Men heeft dat ook herkend in de gemeente van Jeruzalem. En daar kreeg hij een belangrijke leiderspositie. Hij viel ook op. Door zijn veelvuldig bidden, de knieën van Jacobus, zo vermeldt de ongewijde historie, zagen eruit als de knieën van een kameel. Zo worstelde hij met God. In het jaar 63 na Christus is deze Jacobus gedood. De fariseeën, de schriftgeleerden, ze waren woedend en ze hebben hem meegenomen naar de tempel en hem zo van de tempel naar beneden gegooid. En toen hij nog leefde, toen hebben ze uiteindelijk zijn hoofd. Met een grote hamer ingeslagen. En zo is deze apostel overleden. Hij schrijft de brief aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn: twaalf stammen, het beeld van Israël. En we moeten dan ook inderdaad eraan denken dat het vooral Joden zijn aan wie hij heeft geschreven: die na de vervolging en na de moord op Stefanus overal naartoe zijn gevlucht, naar Syrië, naar Libanon, naar Turkije. En daar gaan deze mensen zich vestigen. Joden werden ook in die tijd. Overal welkom geheten. Mensen wilden graag een nieuwe stad soms stichten. En dan wilden ze graag dat er Joden ook kwamen. Omdat Joden hebben een handelsgeest. Zij trekken daardoor weer nieuwe mensen aan. En wat was het voordeel? Joden kregen dan ook belastingvrijstelling. En aan deze mensen schrijft Jacobus zijn brief. En zo geeft hij arme mensen, rijke Joden. Eén boodschap mee. Ook al ben je in de verstrooiing in de diaspora terechtgekomen, wees verheugd. Hoe het ook zal gaan, wees blij in God. En we hopen in de rest van de brief ook te gaan zien wat Jacobus deze verstrooide christenen, deze verstrooide Joden, mee wil geven. Dit even als intro op het geheel van de brief.